dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, ik ben vroeg opgestaan vandaag en ik ben naar mijn werk gegaan. Ik zit hier even een beetje dienst te regelen op de laptop. Ondertussen ligt mijn eerste klant ligt al. Je wordt wel behandeld door iemand anders. Is dat je? Kijk, we zijn bij Raymond. Oh, wat is er, schat? Lekker. Ja, is fijn. Zo, je wordt even lekker gekraakt, of wat? Ja, fijn. Ik kraak je rug? Ik veel altijd, hoor, mijn rug. Ja, ik hoorde hem nu al. Oh, dat hoor je ook, ja. Zo. Ja, ik heb ook al een tijdje niet meer gekraakt, dus ik denk dat je het bij mij ook heel erg gaat horen. Maar ja, dat moeten we nog heel verwachten. Totdat Marvin klaar is. Ja. Oh, hoorden jullie dat krakje? Lekker! Okay. Lekker, schat. Dan is het gedaan. De fysiotherapeut zelf aan de beurt. Nice. Oké, neem ik nog mijn laatste. Ja, proost. Koffiecrew. Ah, heerlijk. Nou, kan ik even gaan liggen, want oh, is lang geleden dat ik gekraakt ben door Raymond. En die doet dat altijd wel echt wonderbaarlijk schön. Schön? Ja, wonderbaarlijk schön. Schoen uit. En even je pet en je trui af en uit. Ik voel me zo onzeker zo'n pet. Jongen. Ik heb ook. Ja, dat ik ook zeg, Raymond. Ja. Shirt ook uit. Wat was het niet? Oh, shirt uit? Nee, ja, je mag. Oh. Als je ja, je hoeft niet. Oh, meer reclame van KP Active. Precies. Hè? Oh. Altijd op de behandeltafel. Ja. Je traint niet mee zo en zo. Klein beetje misschien, hè? Mm-hmm. Kijk even in de kamer. Heel misschien. Mm-hmm. Helemaal los. Helemaal. Oh, dit is lekker. Mijn rug is altijd echt ernst. Goedemorgen. Ik ga gewoon lekker verder slapen. Je bent uit. Oh, dat is een hele goede kraak. Uit. Oh. Mag je je schouders goed blijven vasthouden? Dat is ja, goed. Ja, uit. Oh, ja. Oh, zo lekker. Mag je even op je rechterzij komen, even? Moet ik alle knakjes filmen of heb je nu al genoeg, denk je? Ik begin er nu wel lekker in te komen. Oh. Let op deze echt erg. Diep in. En uit. Oh. Oh. Zijn ik toch gauw erg? Ik ging alleen op mijn zij liggen, je wordt al knap. Ja, klopt. Dat heb ik dus ook altijd, als je uitademt. Diep in. En uit. Zo, meneer. Nou, perfect. Ready? Hoor. Boom! Ja, nu heb ik energie om met mij mee te trainen, hè? Let's go! Ik ga naar Ik ga ook sporten. Oh, kom nice. Op, yes. Ik ga ook gewoon weer. Let's go! Hey, kom op, man. Kom op, schatje. Jij kan dit. Daar gaat Marvin Koeps. Bank drukken. Boom. 1. 2. Lekker. 3. Laatste. Boom. De baby wordt zo sterk. Schatje. Schat. Ja, dat is waar. Sorry. Raymond. Ja. Toch even serieus. Ja. Dit lijkt geen zware oefeningen, maar je schouders, hier zo je traps, die gaan echt zo erg verzuren hier, man. Ik begin echt te verzuren hier, schat. Ik heb echt even... Zo fijn. Marvin en ik gaan nu even een beetje teamwork doen, dames en heren. En ik doe gewoon lekker het hele programma met Marvin mee. Is echt superleuk. Deze slee moet Marvin dus trekken. En dan straks moet ik hem helemaal naar die kant trekken. En zo doen we dat ons de beurt. Lekker, schatje. Ja, mag je terug en zo? Gewoon blijf zitten zo. Ja. Ah, check. Die is wel heel kort, ja. Ja, dus dat is een beetje balen. Voor deze oefening, maar dan even... Ja, oh, dat is goed. Dat, ja, dankjewel. Dat is wel handig, ja. Ja, wat fijner dan. Hoppa. Deze gaat inderdaad nog wel eens klopt, ja. Dit is alvast een oefening om de baby op te tillen. Oh, sorry. 12 kilo. 12 kilo. Ik hoop niet dat de baby met 12 kilo eruit komt. Zo, dat doe je echt netjes, schat. Trots op je. Boom. Boom, kijk dan. Hoppa. Oh, lekker, schat. Holy shit. Moei. Ja, heel goed, zo is die. En elke keer misschien andere helft los van de grond. Ja, die moet er maar doen. Stil.
maar dan leunen op de grond. Deze moet ik helemaal stil in dat. Ja. En dan moet je hem hier tot hier doorstrekken. Ik wil eigenlijk daar naar. Oh, hier. Ja. Acht stuks. Zo naar binnen. Ja. Het is net zo waar als smaakpunt van veranderen. Yes. Doe alles van vier. We hebben een lekkere training gedaan. Zo, dames en heren. Dat was een lekkere workout. Samen met Myron. Heel erg bedankt naar Raymond. Dit is de eerste keer weer sinds lange tijd dat ik in de sportschool ben geweest. En dat werd maar eens tijd ook. Ja. Oké, goed. We gaan even douchen. Opfrissen. Myron die gaat zich even opfrissen. En dan heb ik straks een paar hele lieve mensen hier op bezoek. Good morning. Good morning, motherfucker. Yo, bro. Hey, Mr. Barcelona. How you doing, man? I'm good, man. How are you? Very good, bro. Very good. Nice. Very good. See you, man. You too, Brody. Hebben we er zin in? Ja, ik weet niet wat we gaan doen. Yeah! Wow, hey bro. Even een moment, man. Wat voor patas heb je mee? Oh, voor de eerste keer aan, man. Speciale dag. Laat ze even zien. Ik doos liggen, man. Do two ways mokka. Wauw, deze zijn wel clean, bro. Deze zijn heel gek, ja. Damn. Yeah. Gefeliciteerd. Je hebt een mooie schoen van vandaag. Boom, let's go. Dat weet je nog niet. Nee, man. Thanks. Ik weet het wel. Yes. Hoe is het? Wel sporten. Ja, lekker man. Hey. Ik voel me fit. Kleine geitje alvast. Nou, dan meen je. Ik zag deze lieve knuffeltjes. Dag voor de kleine. Hé, waarom hou je mijn buik vast? Hey, dag voor de kleine. Hé, hey, wat lief man. Leuk hè? Super cute. Oh, wow, zo schattig. Een konijntje. Zo'n rammeling en zo'n doekje waar je lekker zo. Ja, dat is fijn. Sowieso een doekje. Dat is echt ideaal. Super lief man, dankjewel. Ik ga hem openmaken als Marjan er ook is, ja. Dat is goed bro. Dat is beter. Dat is beter. Bro, met wat voor auto ben je man? Ja man, nieuw vangvervoer. Hoi. Zien. 7 meter lang. Laat even zien aan de mensen man. 2,5 meter breed. Ik loop met je mee. Doe jij het even? Ja. Oké. Okay. Pin my ride, man. Dit is de Mercedes Sprinter 84.5. Zo. Luchtinvering, snapte, voor hogere wielenbasis. Dus je hebt gewoon de Golf ingereld? Ja, bro, voor deze. Voor deze? Ja, man. Ik dacht, dat kunnen al mijn vrienden de schuizen. Ja, lekker, man. Al je vrienden die dan geen raam hebben, zeg maar. Ja, precies. Ja. Damn, bro. Kijk, deze knop. Kijk, ik heb ook een laadbak genomen. Oh, slim. Zodat al mijn vrienden erin laden. Ja. Ook even serieus, waarom hebben we deze bus, bro? Ja, bro, auto. Kijk, ik kon dus gisteren te horen dat het frame. Ja, auto wordt op een frame gebouwd. Ja. En dan wordt hij helemaal af. Maar dat frame is dus ook ingedrukt. Dat kan je dan los weer halen. Maar ja, dat blijft altijd voor altijd ingedrukt. Dus je kan hem niet meer terugkrijgen om goed te rijden? Nee. Dus hij is echt totaal los? Hij is gewoon echt totaal los. Moet even afwachten. Dus daarom nu deze bus. Damn, dit maar is tijdelijk voertuig. Toch? Ja, ik vind het. Ja, het is een dikke bus, dat zeker. Alleen super onhandig. Ja. Heel vaak in Amsterdam zijn. Weet je wat het mooi was? Ik zag Mandy en Thijs bij het hek staan en ik zag een witte bus hier. Dus ik dacht, komt er vandaag iemand van de aannemer klussen of zo? In één keer, oh nee, Noël, hey. Maar dit is wel sick, man, serieus. Ja, dikke bus, jongen. Hoeveel mensen kunnen erin? Gewoon 2. Oh, 2. Oh, hey, is dat een schoteltje van Tichelaar? Ik weet niet, bro. Ik heb hem gewoon net mijn broodje opgegeven. Lijkt net zo'n mandje van Tichelaar, maar dan een schoteltje. Het is wel een fijne vibe, echt zo'n werkbus, zo'n bekertje, nog een paar bordjes. Ja, je hebt ook gewoon precies. Jij gaat er ook zo mee om zoals ik altijd zie. Allemaal flesjes drinken hier en bordjes en bekertjes. En... Ja, zo wordt het goed gebruikt. Lekker man. Heb je er zin in vandaag? Ja, bro. Ik weet alleen niet goed wat we gaan doen. Maar... Nee, klopt. Ik heb er wel zin in, man. Dit wordt leuk, dames en heren. Dat wordt straks duidelijk. Boeh! Oké. Goed. Ja. We moeten nu gaan raden wat we gaan doen. Een hamer. Boys. We hebben een bril. Ja, we gaan nu Google Lens gebruiken om een foto te maken van bijvoorbeeld deze kaartjes of de hamer om erachter te komen wat we dus gaan doen voor challenge vandaag. Even kijken, een foto maken van de bril. Mm-hmm. En hij zegt dat het een veiligheidsbril is. Oké. Okay. Voor wat heb je een veiligheidsbril nodig? Iets gevaarlijks. Ja. Oké, okay, dat is dus de hamer. Ja, nu moeten we erachter komen, boys. Rage Room! We gaan een Rage Room natuurlijk. We gaan dingen slopen! Dat is mooi, zoveel frustratie opgebouwd af. Tuurlijk! Let's go! Hey. Let's go, boys! Dames en heren, we gaan naar een Rage Room. Yo, man. Wat is er? Hij moet schudden. Mijn sappie zag er een beetje gek uit, man. Nog harder.
Maar je moet zo doen alsof je trekt en dan zoom ik zo in en dan denk ik zo... Ja, zou je dat niet doen? Jawel, doe dat. Nee. Ja, maar het is denk ik gewoon een beetje, hoe noem je dat? Dan ook een beetje van een vruchtsap. Maar dan is het vers. Mushy. Ja. Mushy. Mushy, een beetje. Het is een beetje mushy. Had je? Ja, maar dit is zeg maar sinaasappel. Oh, dit is echt mijn resten. Nee, ja. Hey, weet je, ken je dat ze bij je sinaasappel persen dan dat dingetje open doen waardoor al die vruchten dingen er doorheen komen? Mm, dat ja, heb jij. Ja. Het heeft een beetje textuur van appelmoes, man. Hey, okay. Maar boys, ik heb wat beters. Wat dan? Ja. Om in de stemming te komen. Let's go, boys! Oh, yes, yes! Waarom zegt er niemand oes? Let's go. Oh, dit is lekker, bro. Yes. Oh, ja. Een appelgember, joh. Ja, daarom. Dit is ook gewoon vitamine. Dat is niet dom, gast. Dat is niet dom, hè? Zeker niet dom. Ik heb net een kaassoufflé op. Ik ga zo ver. Als ik ga kotsen. Ja, jij ging vorige keer bijna kotsen. Ja, in de kaassoufflé. Neem gewoon een slokje. Nee, Atje. Kom op, hé, gast. Eet daar dan voor niks, gaan. Nee, man. Doe even rustig. Ja, wel een Atje. Kom op. Hoeveel milliliter is dit? Dan kan je wel atten, toch? Nee, te veel. 125 milliliter. Dat is wel veel. Dat is een beetje je speeksel, hé, doorsneed. Als kom eens op. Hé, proost, boys. Proost, boys. Boom. Dat is hem. Mashallah, lekker. Deze is echt niet scherp. Nee, maar deze is lekker, want die heeft een beetje een appel naar smaak. Deze is voor de eerste keer fijn, hè? Ja, ik vond het echt lekker. Hij brandt wel een beetje. Oh. Valt mee. Wat doe je? Is dit nou serieus? Of nee. Ja, dat weet ik ook niet. Dat weet je nooit bij Thijs. Ik zat er helemaal man. Ik kon het niet meer uit. Ja, je weet soms niet of Thijs... Ben je niet bijna nadoen? Of hij aan het spelen is, of dat echt zo is. Boys. Is dat echt of niet? Hey, oh shit, we zijn die veiligheidsbril vergeten. Nee, die heb ik. Oh, ik dacht we krijgen misschien zo'n mondkapje van. Dat ik zo ga vragen aan Thijs, waar is je mondkapje? Oh, dat ben ik jij vergeten. Jij was ook op deze zo. Oh nee, je bent die veiligheidsbril vergeten. Eerst wat toekijken. Dat is nog steeds een van de mooiste momenten van Thijs. Dat hij denkt dat hij zijn mondkapje is vergeten, maar hij heeft hem gewoon op zijn gezicht zitten. En hij zo, oh shit, ben ik hem vergeten. Oh, balen man. Heb je je mondkapje laten liggen, bro? Meen je niet? Ah, balen man. Of heb jij die meegenomen? Ah, balen. Dat Jeffy, hè? Heb ik er voor jou meegenomen. Yeah, my man. Hey, hey, hey. Ik doe hem even voor je op, ja? Ja. Yeah. Alsjeblieft, maatje. What the fuck? Hoi, joh. Yo. Ik zat er niet door, hè? Het was echt, dat moet je wel benadrukken. Het was niet gespeeld. Nee, het was echt, echt gewoon. En ik weet ook het meest favoriete momentje van Noël van jou, hè, Thijs? Waarom? Dat is dat moment dat je iedereen gaat motiveren voor examen. Dat is mooi, hè? Ja, in Griekenland was dat. Ja, meedoen is belangrijker dan winnen. Ja. En dat ik zo zei, bro, het zijn examens. Tuurlijk niet, man. Is wel, serieus. Ik blijf bij mijn woord. Voor alle mensen die gezakt zijn met hun examens, wat wil je zeggen? Ja, weet je wat, jongens, meedoen is belangrijker dan winnen. Bij een examen, bro. Nee, grap, weet je wat het is? Als je niet lukt, maakt niet uit. Dat is altijd een tweede kans en zo niet dan zo een andere route die je het leven kan worden. Het leven stopt niet bij het falen van je examen. Geloof je zelf, dan kan je alles bereiken. Shit. Maar wie komt er op? Meedoen is belangrijker dan winnen. Ja, is gewoon een gezegde. Bij een examen. Ja, maar ja. Is toch wel. Kijk, als je al met de instelling gaat van, misschien haal ik het niet, dan zit ik dan niet lekker door in mijn vel. Ja, maak het dan gewoon als je het niet haalt, wil je? Ga ik er niet beter op. Hé, hey, maar even serieus, want er zijn wel weer examens. Wat wil je zeggen tegen die mensen die nu een examen hebben? Hey, die even keer... motivatie nodig hebben. Okay. Als vorige keer niet gelukt is, jammer, is een tweede kans. Als het dan niet lukt, drie maal scheepsrek, denk ik dan ook niet. Ik ga dan iets anders doen. Ja, echt. Ja, jammer, het is weer niet gelukt. Goeie door. Serieus, iedereen die examens heeft, heel veel succes. Zet hem op en wees niet bang om te falen. Want falen ga je vaker doen in het leven. Dus daar moet je maar gewoon aan wennen. Hè? Ja. Snapste? Dat is toch of niet? Ja. Vele keren falen, stop met het malen. In de toekomst ga je weer dalen. De stress gaat omhoog en je wordt kaler. Wat? Hoe wordt kaler? Wat? Ja, door de stress. Door de stress wordt kaler. Niet te veel stress krijgen bij examens. Oké, nou, we zitten in ieder geval gezellig met z'n vieren in de auto. En Maimon die heeft mijn auto mee, dus Mandy is zo lief om ons te rijden. Voor de mensen die het niet weten, maar dat weten ze ondertussen wel, denk ik. Mandy die fixt allemaal dingen voor Knolpower, voor mijn bedrijf. Teamwork.
Netjes. Dus als jullie... netjes. Netjes. Dus als jullie Manny in beeld zien, dan weten jullie dat we werken samen. Dus dat is wel even duidelijk om te zeggen voordat mensen gaan vragen van... Hé, wie is dat meisje met die blonde haren toch altijd in de vlog? Dus, een half jaar ondertussen. Wat zei je? Een half jaar ondertussen. Ja, al een half jaar ondertussen. Dus ondertussen, het is al vaker voorgekomen. Maar ik kreeg nog steeds wel eens de vraag van... Maar soms zie je, dat vind ik altijd heel grappig, zie je Manny zo wegduiken in de vlog. Maar ze probeert er niet altijd op te komen. Maar ja, ik vlog natuurlijk en dat is niet altijd mogelijk. Maar dan weten jullie dat in ieder geval. Oké, ik ga even een bootje eten. En we zijn er over 40 minuten. En dan gaan we alles helemaal kapot slaan. En dat mag. En Rage Room. Dit wordt zo vet. Ik heb altijd al naar een Rage Room gewild. En nu gaan we dat doen met z'n drietjes. We gaan alles kort en klein slaan. En ik heb een kleine verrassing voor jullie bij me. Ik ben benieuwd of jullie het weten. Maar... Ik zat al heel de tijd in het shot, had jij dat niet gezien? Nee. Zo mooi als je dingen terugkijkt. Maar goed, je had verrassing of nee? Ja, ik heb iets bij me. En die personage van mij, die was alleen aanwezig tijdens corona. Weten jullie wie het is? Hand erop. Kom maar. Hey Johnny, welkom jongen. Ja. Ja, 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 ja. Johnny is mee. Kom je erbij? Ja. Kom de old back times. De old back times. You know? Hey, yeah. Shout-out Johnny. Shout-out Rotje. Hey, old back times, dat doet me denken aan... Oh, I'm gonna take my horse. Nee, nee, jij een keer, want jij hebt hier nog niet zo. Doe die microfoon even. Ja. Yeah. To the old time road, I'm gonna ride till I can't no more. Heerlijk? I got an horse in the back, my deck is attached. Jij? Wow, wat? Hey, vind je ook niet trouwens dat Noël er echt uitziet als zo'n daddy? Ja. Hij heeft zo'n net ding aan. Ik heb de eerste keer een opa trui. Ik zag vijf voor kerst. Ja. Doe je later. Ik heb alleen bloed heen, maar het is wel een mooi truitje toch? Serieus? Ja. Elke mening? Ja. Serieus? Elke mening? Ja. Super hard. Hey, ik vind die trui net zo hard als die jas van Thijs. Ik vind deze toch gewoon mooi. Weet je toch die jas van Thijs? Ja, ik weet het. Wow, heb je die bij of niet? Raam open, dat zijn bijna man. Nee, maar... ik zal het zeggen, want het is wel heel grappig. Want natuurlijk, als ik wakker word, dan moet ik even kleding kiezen. En dan ga ik mijn rek helemaal af en dan hangt die jas op het eind. Dan denk ik, ja, doeken vandaar, ja. Nee. Doe maar alsjeblieft aan als je ontgaat. Nee. Ik zeg gewoon, de volgende keer moet hij hem volgende keer aantrekken. Erbij, ja? Ja, volgende keer moet ik gewoon aandoen, bro. Dat is gewoon jouw jas, toch? Ja. Ja, is ook gewoon mijn jas, maar weet je... mensen praten erover, snap je? Geen goede vibe, man. Maar ja, misschien met een andere broek een keer... Ja, dat was het. Okay, het lag aan de broek, dat zei Noah en ik ook. Niet aan mij. Nee. Maar. Nee. Hey, maar, jij bent gewoon een mooie jongen. Oh, dat is wel lief. Dat doe ik volgende keer wel aan, hè, met korte broek. Ja. Nee, gewoon met spijkerbroek. Ja. Met jouw naald, hè? Hey, ja. Oes, waarom zegt dat iemand oes? Oes! I got a horse in the back, my stretch is attached. Running at your back, out of bitches back to back. Riding in a row, 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 row. Thanks, man. Hey, dit is een stukje van de vlog. Mag ik mijn banaan terug? Helemaal bruin. Bro, laat los, niet knijpen. Nee, knijpen. Hey, bijt die broekkant eraf en zuigen, dan heb ik op TikTok. Ja. Dat zie je schermen, het lijkt echt serieus. Bijt je topje eraf en ja. Knijp je dat proberen? Ja, dat kan jij, ik weet het. Ja, doe dat serieus. Ja. Ben die makker? Er gebeurt niks, want dat is een rijpje banaan. Ja, waarom vraag je het dan? Is er een reden waarom je dit vraagt? You gave me love and a rack. Doe hoor. Eerst, doe hoor. Probeer het. Topje eraf bijten. Er is sowieso een reden dat je vraagt om te doen. Nee. Ik hoop dat hij... Nee. Ja, nee, ja. Je hoopt dat hij rijp genoeg is. En dan kan je hem lekker squeezen. Mag het? Ja, okay. Kan een licht nou? Licht? Ja, een beetje in jouw gezicht. Ik zie niks. Je zag je erbij hebben. Duig die banaan op. Heel Hollands. Oké, wat? Heel Hollands. Je moet dat topje er een beetje afbijten. Ik man, dat echt een krant wordt. Dit topje moet je eraf ja, bijten? Ja, best flink volgens mij. Ja, deze. Ja. Ja? Ja. Oh, echt, doe nou zakje die rest en ik ga die niet vasthouden. Moeten we een tutorial kijken? Ja, laten we even een tutorial kijken. Ja, dat is wel beter denk ik. Banana zakje en dan een TikTok. Ik heb er half in. Banana sucking. Eat fast banana. Ja. Eat fast banana. Oké. Wat wil je zien? Ja. Maat. Ja, wacht. Kijk. Gast, dit is het meest godzijdank. Hij is nat. Gast. Dat is een natte banaan. Dit is het meest godzijdank. Hoezo? Zo'n lekker belletje.
Oh, dit is echt niet nice, man. Doen jullie daar nooit mee gedaan? Oh, wat ruikt ook uit zo'n mond. Oh, dit is echt niet nice, man. Echt niet nice. Maar we gaan het toch doen. Ik hoor het. Ja, maar dat gaat nooit lukken, want kijk, hij is niet rijp. Gewoon normaal beter. Ja. Al deze moeite om gewoon uiteindelijk normaal op te eten. Ja, dat is wel beter. Hey, ik word ook vader, boys. Ik moet normaal doen, man. Ja, dat is zo. Nee, dat had niet gekund. Kijk, deze banaan is te hard. Nog een half uur, mensen. Dan zijn we er. Dat is wel echt oprecht mooi. Ja, wat was het? Serieus, jij zou echt een keer iets met zingen moeten doen. Waar dan? Ja, gewoon. Ja, bij een begrafenis of zo. Oh ja, maar dat heb ik al een paar keer gedaan. Hè? Nee, maar serieus, zo'n emotioneel nummer. Als mensen mijn zien staan op een begrafenis en moet serieus gaan zingen. Lijkt me geen goed idee, hè? Nee? Maar doe bij jou best zien, hoor. Wow, stel voor ik kom plotseling te overlijden, wil ik dat Benny komt optreden. Dat is goed, dat is gezegd. Ja. Welk nummer wil je? Is het Albino? Nee, ja, dat gekeken, nee, welk nummer zou ik dan willen? I gotta take my... Oh nee, dat kan echt niet. Dat kan echt niet. Wat dan? Kies maar nummertje, man. Ja, misschien iets van... Even denken, zo van die emotionele nummers van vroeger. Zo'n John Mayer, wat nummers hebben die allemaal? Goed scan. Nee, inderdaad, iets van moois. Van deze. You're beautiful. Oh, nee. Ik weet you're beautiful is. Birdie, people. God knows what was hiding in those weak and drunken hearts. Bro, what? What the fuck? Mijn beste vriend kan zingen, jongen. Yo, bro. Die ging echt smooth, hè? Dit was niet normaal. Hij moet er gewoon van huilen. Wat is er, Noël? Hey, Noël. Oh, moet hij kotsen van de gember? Huh? Is dat echt? Misselijk. Ben je geen vet bed? Ja. Maat. Dat komt door die kaassoufflé. Kaassoufflé, ja. Ik vond het al raar dat je die... Nee, ik heb nog niks. Oeh, maat. Ik ga denk daar even in die wc even een vingertje leggen. Thijs, je moet even voor hem zingen van dichtbij, man. Hij weet het even niet meer. Wat nummertje wil je? Wat nummertje wil je? We moeten wel kennen. Jingle Bell. Jingle bells, jingles all the way. Die gemmesjo die viel niet goed, nou kot jij voor de tweede keer. Goed, gaat ie? Ja, mooi. Even serieus, kunnen we wat voor je doen? Nee. Wow. Was dat echt? Wow, gaat ie? Is dat echt? Of... Wow, soms weet ik echt niet hoe jullie het doen. Goed acteren. Wow, echt wel. Nee, maar... Oh, dit was allemaal nep. Ja, bro. Wow, was dat nep? Ja, dat kotsen ook of niet? Ja, dat... Je ben je echt niet misselijk? Nee, wel. Ik voel me rustig. Oh, hè? Nu ben ik echt in de war, man. Grapje, wel schrap. Is wel echt. Goed. Nee, dat is niet echt. Ah, oh, dan heb ik hem. Zo. Hé, ik ben Tas. Oh my god. Oh, vergeet gewoon mijn tas. Ik wist niet dat je daar naartoe kan. Bro. Fuck dat shit. Doe die niet nou al aan die hesjes. Nee, dat is nu niet nodig. Ja, bro, toen zijn we een beetje van, hè? Bietje. Dan kan je een beetje voorrang krijgen, plekjes. Ik vind het ook wel zo fijn dat Thijs vanaf het begin die veiligheidsbril op zijn hoofd heeft. Dat moet ik gewoon opdoen. De goede voorbereiding is halve werk. Dat is je weet wat ze zeggen. Ja, dat. Dat, ja. Hey, er zit een collega van ons in auto. Ja, dat is werkverkeer. Ja, dat is werkverkeer. Neem me even serieus. Another love. No more tears that we used to. Maar, jouw moeder, hè? Ja, je moeder, hè? Nee, maar even serieus, jouw moeder, die... Zegt hij nog wel eens tegen jou van Thijs, ik heb je weer gezien in de vlog, wat doe je toch allemaal? Ja, weet je wat ze soms zegt? Daar kwam laatst zij best wel binnen. Ze had de vlog gekeken. Ze zei, ja, ik had je eigenlijk altijd al als adoptie willen opgeven. Ja, dat komt wel binnen, snap je? Serieus? Ja, maar weet je hoe dat komt? Zij zegt van, ja, ik heb gewoon het gevoel dat Enzo bij jou een kan naar boven haalt die ik niet wil zien in de vlog. En die kan uit door heel Nederland bekeken worden. Ik schaam me niet voor jou. En ik zeg, mam, ik snap dat. Maar ik ben op dit moment 26. Adoptie is niet meer de oplossing. En toch gedaan. Ja, nee, dus, goed hoor. Ja, goed. Denk wel. Nee, maar dat is wel zo. Ja. Volgens mij trigger ik jou wel op een of andere manier. Waardoor je gewoon losgaat of ja, zo. Ja, maar dat is wel fijn, man. Ja? Ik vergeet gewoon dit. Oh nee. Iemand was verkleed, man. Maar het zag er heel nergens uit. Oh, dat is gewoon normaal gekleed. Die had zo'n gouden, die had allemaal gouden... Dat was gewoon een oude homer met een pantenprint jas en een paarse bajonet.
Als je aan het praten. En je weet dat het echt is als je begint te knorren bij het lachen. Ja, dat is echt kut, hè. Oh, kijk hem nou, hij loopt echt zielig bij, hè, die jongen. Ja, hoe is het met buikje? Nee, maar even serieus, we maken ons zorgen, man. Ja. Wat is er aan de hand? Maat, kunnen we serieus even wat voor jou doen? Nee. Gaat het weer goed? Hier zitten die dingen in. Yo, thanks, mag niet meer rijden. Hi. Hallo. Hi, Enzo. Hallo, hi. Goeiedag. Nou, welkom. Hoe mogen we dit allemaal slopen? Ja, alles. Je mag alles slopen. Oh, yo. Ben je rich? Een korte... Ja. Waarom doe je nu niet mee? Waarom ben ik nu de enige die zo gek is? Ja, ik hoor het niet. Waar ben je dan? Nee, dat ga ik niet meer doen. Wow, kijk hoe dit eruit ziet. Mag je niet slopen? Nee, nee, nee. Nee, hier doen we als real life games. Dus we zijn druk bezig met opbouwen. Real life games? Ja, dus we hebben afgelopen november een gigantische zombie game gehad, de Breakout. Dus had je hier allemaal zombies lopen met de Walking Dead grimeurs. Die gingen alle zombies grimeuren. Wat? Dat is wel echt sick, ja. Wow, kijk dan hoe dit eruit ziet allemaal. Dit is dus gewoon... Wat? Het is allemaal toneel. Wow, dat is echt bizar. Zo, laten we hier even kijken ook. Sowieso zoveel videofilms. Het kassaatje. Zo'n storm. En dat je dan zo'n iets hoort en dan zit je achter zo'n schaf. Dan valt er net een blik tomaat en dan... Weet je wat ik zou doen? Ik loop er dan zo van een blik maar. Ik zou denken, hey, liever dat dan een zombie opeten, man. Ja, dat zeker. Zou je een zombie zijn of de survivor? Zombie. Ja? Ja. En wat zou je dan als eerste eten bij Noël? Ik denk die lekkere oortjes van hem. Oh, hij heeft echt een schattig kleine oortjes. Dat is een beetje beef jerky. Zo. Ik ben een taaie vlees. Wat zou je bij mij eten? Ik weet niet, man. Ik denk je bil. Ja, precies. Wow, dat word ik heel vaak. Dat word ik heel vaak. Dat dacht ik ook al, ja. Ja, dat is gewoon een lekker stuk vlees, toch? Ja, thanks, man. Dat is het meeste vlees. Ja, wow. Nou, laat maar, man. Nu maar even zien. Oh, dit is wel een lijpe... lijpe setting voor... voor een achtergrondfilm. Zo? Zo en zo? Oh, zeep laten vallen. Stel voor, je zit achter je leven. Ja, maar we doen even spelen. Ik achter die kasten zit, daar doe wel al. Hey, ja, ik zoek eigenlijk tomaat uit. Achterin. En dan volg jij een beetje een opening. Ja, en dan stoppen we daarna. Ja, dat is goed. Ja, ja. Wil je even doen? Ja, oké, ja. Dan gaan we even scène na spelen. Dat is wel skiri kassa, man. Meneer, mag ik het vragen natuurlijk? Ja, ik loop wel even mee. Achterin. Ik zocht alleen maar een blikje tomaten. Ja, die zit bij mij achterin in de maar ik zag daar tomaten. Ja, kan je misschien even naast zo? Ja, je moet je even... Nee, besef je. Ik had eigenlijk gehoopt dat het een beetje donker was op beeld, maar het is zo best. Je ziet met deze camera heel veel in het donker. Maar besef dat je hier dus inderdaad zo loopt, hè, en je hoort in één keer iets. En het is een zombie. Oké, zo. Komt er een hand van boven, zo. Nee. Nee. Oké, we komen hier helemaal niet voor. We gaan even naar de rage room. Laten we even daar kijken hoe het is. Anita, er zijn best wel wat spullen hier oud, zeg maar. Ja. Die ook wel eens worden gesloopt en zo. Ja. Mag Thijs... Oh, Noël wil nou... Mag Noël, zeg maar, zo aankomen rennen... en dan zo als de WWE, dus worstelen, zo op die tafel zo springen, zo bam in het midden. Ik wil dat deze kapot gaat. Ja. Ja, dat is prima. Hey. We hebben nog niet overlegd, maar wij. Een matras, als je dat liever wil. Ja, matras. Leg die matras erop. Of eronder. Zal ik die even pakken? Of nee, maar we laten wel Thijs doen. Jij voelt je niet zo lekker, bro. Nee, snap je? Komt goed. Ja. Oké, Thijs komt straks naar buiten en hebben we voor hem een soort van jackass stunt klaar ligt. Maar hoe cool is dit? Er staan zoveel oude stoelen, tafels, banken. Ja, ik dacht, dan kan je vast wel slopen dan, toch? Je hebt ook wel zin om dit om te trappen, zo. Ja, het zijn leuke ideeën dit, hè. Kijk, doen we hier. En als dan Thijs van die kant komt rennen... Nee, ik ga je niet opspringen, hè. Jawel, we hebben voor jou iets moois. Nee, zeker. Moet ik hier opspringen? Wat doen we dan? Wat moet ik doen? Ja, als je vanaf daar aan komt rennen... Ja. En je doet net zoals worstelen, zoals Logan Paul, zeg maar, zo'n full body check hier zo op en dan land je hier. Oké.
Welke rim wil je brengen? Hoe heb ik gemist toen ik naar de wc was? Je gaat gewoon, je hele gewicht leg je op één kant. Ja, dat. Breekt hij dan ook even? Ja, ja. Kijk, precies. Ja, en dan? Ja, en dan hebben we een super vet shot. Ja. Oh ja, maar doe hem dan al zo boven. Ja, dat kan ook. Ja. Ja. En dan hou ik hem van. Ja, is goed. Dat kan ook gelijk het einde van de vlog worden. Ik wil dat er geen scherpe punten zijn. Oh, ja. Maar, hey, belangrijk, volle gewicht, hè? Ja, zeker. Volle gewicht. Ja. Ja, ik wil even deze vasthouden. Oh, dat kan wel winter. Gaan we op. Maat, hoe hard wil je rennen? Heb je afstand gekomen? Zo ver af. Dat is een atletiekbaan. Nee. Een stukje vloggen, zeg. Oké, het is gewoon schuin. Ja. Maar ik zal wel echt vol erop, hè. Oh. Sander! God knows what was hiding in those weak and drunken hearts. Kijk die hele. Gaat die maat of niet? Hé, hey, gaat zo, man. Jouw bril zit er ook al. Oh, die had ik niet op. Dat was een fout geweest. Kijk die bril. Kijk. Dat jullie het wel altijd al een keer willen doen. Ja, toch? Huh? Oh! Ik ga even naar de badkamer. Oh, nee. Hij zei gewoon de eerste 20 seconden en helemaal niks. Nee, hij zei gewoon. Ik dacht, het is gewoon gebeurd. God. Wat is er? Er hangt echt zo'n sliertje uit. Er hangt gewoon een stukje vel aan. Dat is niet fijn. Maar is dit veel of niet? Nee. Valt mee, dat hoeft niet gerecht te worden, ik zie het. Ziet wel stoer uit. Oh, bro. Ja, daar kan ik niks aan doen. Jullie wel content. Oh, yo, bro. Zo, jij wel. Wow. Heb je al een vloekthumbnail? Oh, man, jij bent echt gek, hè? Ja, ik ben echt gek, hè? Ik had niet verwacht dat je het zou doen. Decoratie zo. Nee, ik had het ook niet verwacht. Maar ja, weet je wat het is? Wie in zijn comfortzone blijft, die komt nooit verder in het leven. Dus succes met je examens. Precies. Hey, ik neem al lekker een dingetje mee even. Dan kunnen we in ieder geval doorgaan. Of misschien even inwikkelen. Een verbandje. Mummy. Verder geen bloedige? Nee, denk ik niet. Super tof, kunnen we door. We hebben wel verband. Nee, dat komt ook niet. Oh, nee. Ik zou het zo zeker even doen. Hoor. Nee, mijn verband toch niet? Nee, gewoon een grote pleister. Kunnen wel vet, zo. Een beetje mannelijkheid. Nee, een beetje mannelijkheid. Ik wil wel water. Ja, ik zal wel schoon even maken, ja. Schoonmaken. Zo, de damage hier. Holy mo, dit was gewoon ooit een tafel. Of nee, ooit. Gewoon een paar minuten geleden. Kijk dan, dit is helemaal verbogen gewoon. Holy moly. Ongelooflijk. Ja, dan moet je met alcohol. Je moet met alcohol deppen. Ja, oes. Waarom zegt er niemand oes? Hey, is nu sinds vandaag zegt hij dat de hele dag. Ja, oes. Hij zegt een goede thumbnail. Je ziet het niet hoor. Zo. Waarom wil jij? Hij helpt met je mee. Dat was gewoon een lach. Kijk, dit is mijn moeder dan weer, hè? Ja, die hadden we het net over, ja. Dit is dat moment. Eerlijk, was wel echt een fight, maar ik was een beetje terughoudend, hè? Nee, juist niet. Nee, want je maakt echt gewicht ja. En je liet hem vallen. Ja, dat was het. Ja, alleen... Je lacht. Gewoon 10 seconden stil. Ja, ik was wel van, wow, hè, zo'n beetje, weet je wel. Moet je er dan nog best aan? Het was een beetje alsof je hersenschudding ja. Had. Ja, dat heb ik ook. Dat moet ik niet verwachten ook wel. Serieus jongens, het gaat niet helemaal lekker houden. Ik kom niet bij, hè. Hey. Kerel, hé. Hey. Oh, je wordt wel heel warm, hè. Ik word ook heel warm, man. Hé. Je hebt het ook nodig. Hé, pas op. Ik kom serieus op je jas. Nee! Ja, sorry, gast. Jij hoort het ding maar. Jij kom. Oh, op je Stony. Oh, Stony. Nee, maar je moet. Dat niet uit? Ja, dat staat niet uit, ja. Oh, vet verhaal, ja. Oh, kut, dat gaat er echt niet uit, gast. Moet dit erop, of? Ja, af en toe zeep. Is dat zeep? Oh, dat is helemaal geen zeep. Ja, dat gaat wel af. Alles reinigt. Dat alles reinigt, ja. Reinigt alles. Dat is wel zeep. Is dat schoon? Ja, joh. Zeep. Ja? Bloedt hij nog?
Ja bro, maar ze gaat het verband halen. Gewoon kut, weet je wat? We gaan ook lekker naar die rage room. Jij niet, Mandy? We zitten zo te kniffelen in die hoek. Ik ga zo stuk. We zijn nog niet eens begonnen. Hé, hey, alcohol, handgel. Hé, kom maar. Ik moet nou zo blij staan. Ja, je hebt wel dikke bies, bro. Hé, ben je ook kitters, jongens? Je moet even meegenomen worden, denk ik. Blijf jullie hier. Is de EHBO kitter? Ja, ja, kom al. Ja, moet ik dat doen? Hey. Wow, de HBO, ja, dat hebben we nodig. Hallo, hallo. Nou, wat heb jij in de aanbieding? Nice. Ja, die pleister ziet er wel nice uit, deze grote. Ja. Denk je niet? Misschien eerst even schoonmaken. Ja, schoonmaken, alcohol en dan niet huilen en dan... Ja, en gewoon maar een handje vast. Niet huilen. Nee. Alcohol? Om alcohol. Om te drinken of... Nou, dat hebben we sowieso. Oeh. Nou, we hebben niet desinfectie hier. Dus. Maar je kan gewoon wodka erop doen. Wodka, bier en wijn. Dat bier schijnt te helpen erop, hè? Ja. Ja, ik denk gewoon even deppen en dan inpakken toch, of niet? Ja, ja, denk ik ook. Het is wel net zo op die inpakken weg geweest. Een groot pleister, dat is even een beetje droog maken. Ja, sorry jongens. Je hebt het wel, kijk dan wat je hebt gedaan. Wil ik even een papierbak, kan je het even opdrukken? Ja, dat is je mag nooit het witte aanraken zelf, hè? Nee, klopt. Voor de bacteriën. Ja, doe me meer omhoog. Grote jongen jij. We hebben wel een alcoholdoekje als je die nog onder wil hebben. Kijk, ik had er wel goed gericht. Ja. Is dat, oh, dat is misschien wel handig. Ja. Oeh, en zo wil jij dat doen? Jawel. Kijk, het prikken. Zelfs het water was net al. Ja? Prikken. Ja, maar dit is goed hoor. Het is goed dat je dit doet, en zo, je bent een goede vriend. Tuurlijk bro, I got you. Thanks man. Weet je, degene die het idee opbrengt, die moet ook... Zo is dat man. Ah, nee, valt wel mee. Ja, beter. Ah, nee, toch niet. Iets meer omhoog. Oeh, dat prikt je wel heel erg. Ja, maar dat is even goed hoor. Ja, dat is goed. Oeh. Oh, het prikt echt. Ja, even er doorheen zetten. Ja, nu is het wel goed ingegaan. Juist. Die pak straks op. Lekker Thijs. Oh, ja, dat moest je niet doen man. Sorry, man. Ja, wow, je pakt die scherp hè. Dat doet hij netjes weer. Zo. Kijk eens. Kijk. Beste voor mijn maatje. Ja. Dankjewel maatje. Wordt gewaardeerd, dat weet je. Mm-hmm. Je kunt het zo meteen weer doen, joh. Oh, maar wacht. Je had hem volgens mij je arm even moeten strekken. Ja, wel, blijft goed zitten. Nee, die blijft goed zitten. Oh, is wel vet, man. Oh ja, is wel gang. Eerlijk, ziet er wel vet stoer uit. Thanks. Even kunnen door, denk ik. Ja, man. Oh, ik dacht even los. Nee, dit is goed. Ja? We komen de dag al mee door, jongens. Top. Nou, is beter. Opgelost, dankjewel. Nice. Dankjewel. Okay. Wil je nog iets zeggen tegen die tafel of niet? Even voor een keer pakken hier, jongen. Hier, kijk even wat ik bij Thijs heb gefixt, dames en heren. Ik dacht, het moet wel even beter ingepakt worden, behalve die pleister. Dus ik heb hem even ingepakt. Ziet er wel echt stoer uit, man. Thanks, man. Ja, het doet echt super veel pijn, man. Maar ja, het is nou natuurlijk omdat ik niet heel veel reactie geef dat het misschien meevalt. Maar het was wel echt heftig, hè? Ja, dus dat wil ik wel even bij zeggen voor de kijkers. Van, het was wel echt een flinke klap. En dat had ook gewoon heel fout af kunnen lopen. Ja. Dus, dat. Oh, mamma mia. Oh, even afkoelen hoor. Oh, ik ben gewoon kapot van het lachen. Echt, mijn buik jongen. Heb ik vanochtend ook weer voor het eerst sinds maanden weer getraind. Had ik al spierpijn aan mijn buik en dan komt dit er nog even bij. Dat is echt niet oké. Wat gebeurt er nou? Ik kom bijna die trap. Hebben wij hier de auto gepakt? Hebben hier de auto gepakt? Niet. Echt niet. Ja, volgens mij echt. Ja. We kunnen gewoon zo naar buiten. Ja. Best fijn. Ze is echt niet. Deze gaat helemaal niet open. Nee, maar die kan zo openen. Ja, dat is wel zo, ja. Het is wel hier. Wat? Thanks. Daar was je aan het zingen, dat birdie. Precies, alles valt weer op zijn plek. Ja. Wauw, wat mooi. Hé, dus gaan we de kamer op, ging. Zo. Holy moly, gast. Kijk dan, daar hebben mensen al flink lopen slaan met z'n. Dit is gewoon een honkbalknuppel geweest. Oh my god. En dit kan je dan allemaal kapot slaan, denk ik. Kijk. Maar dit is dus de entree. Hier zijn we dus. Dit hier... Wow, wacht. Uitleg. Nou, in principe, jullie zijn in een verlaten winkelcentrum. Oh. En dit is onze rage room. Wat straks gaat gebeuren is dat jullie krijgen een van deze overalls aan. Voor de veiligheid natuurlijk. En dan moeten jullie ook een helm op en handschoenen. En dan hebben we hier onze wapens waar jullie uit mogen kiezen. We hebben een sloophamer, knuppel, hamers, nog meer. Een breekijzer, een bijl. En dan mag je helemaal losgaan. Zo, mijn leven. Heerlijk. Ben ik aan het dromen. Ja. Maar is dat gewoon een slappe bonkhank, of weet je dat? Wat? Zo'n knuppel. Honkbalknuppel. Oh, die is al gewoon gebogen. Deze is al ik denk die slap.
zoals je ziet. Zo. Dat is goed teken. Zo, maar deze ja? Dit wordt gebruikt om spijkers erin te slaan. Ja. Oké, okay, die mogen we ook gebruiken. Oh bro, jij kan niet gooien en ik kan gewoon terugslaan. Dat! Oh, hij is die van glas? Ja. Nee, maar dat ga ik toch niet doen? Word papa! Opgelost. Geregeld. Geregeld. Zo, dit is wel next level hoor. En wat mogen we kapot maken? Nou, dan gaan we nu naar de kamer. Oh, daar gaan we. Ik heb er super veel zin in. Zo. We gaan nu naar de kamer waar we te zien krijgen wat voor spullen we kapot mogen maken. Oh, nee, maat. Kom maar mee. Kom maar. Oh, we beginnen nu al. Wow! Dit meen je niet. Dit mogen jullie allemaal kapot maken. Niet dit. Dit is voor andere mensen. Dit is voor anderen, oké. Okay. Ja, alles wat hier staat, mogen jullie allemaal kapot maken. Wauw, al die glazen. Ja. Zoveel statiegeld. Het liefst dat houten ding wat daar staat. Weet je, dat is heel mooi. Kun je met een knuppel zo alles er vanaf slaan. Ja. Maar liever dat houten ding wel. Heel wauw. En die stoelen en banken ook en zo. Ja. En die tafels. Ook. Wow, gaan we eens springen. En de verwarming. De verwarming, zegt hij. Bro, zullen we die laten hangen? Ja, wij staan niet aan, dus ik dacht misschien mag je dat kapot. Wow. We hebben genoeg om te slaan hier. Ja, echt, hè? Zo, maar dit is wel heftig, want wat nou dat glas en zo, dat gaat toch allemaal zo... Ja, dat ligt eraan wat jullie gaan doen natuurlijk. Ja. Oh. Mensen gaan altijd allemaal losvinden, dus... Zo, maar dit wordt wel een partijtje... Maar we gaan toch één awesome. Één voor één, toch? Ja, we kunnen hier met z'n drie overal... Ja, je kan ik zie helemaal niemand daar door dat lampje. Jullie ja, kunnen gewoon met z'n drieën tegelijkertijd helemaal losgaan. En als jullie naar elkaar willen kijken, dat kan ook. We hebben hierboven we hebben ook nog een soort van projectiekamer. Oh. En dan kun je via een raam ook nog naar beneden kijken. Dit is wel ziek, man. Zo. Dit is echt vet. Maar we gaan een tijd beleven hier. Nee, echt tijd beleven hier. Oké. Een cardio. Een hit training. Je wordt gewoon cardio, zegt hij. Ga je hier rondjes rennen? Ja, met een stok. Met een stok. Dan ben ik knuffel. Oh, laten we ons omkleden, boys. Ja, let's go. Dit is wel heftig, man. Het ziet er wel echt vet uit, man, zo. Ja. Hey. Oeh, bijna op mijn hoofd. Ik kan het wel, hoor. Ja, dat denk ik ook, hè. Trouwens. Hey, misschien helpen we opdoen, man. Hey. Dat is hem wel, hè. Hey. Boom! Ja, klaar? Ja. Welke kant sla je op? Ik sla die kant op. Voel me helemaal niet fijn om kan gewoon niet gewoon op je jou. Klaar? Ja. Zo. We gaan hem opeten. Oh, yes. Ja, deze man. Hé, meneer. Maat. Ik zou niet aankomen, man. Nee, ik ook niet. Hé, ik denk het man. Holy shit. Ja. En nu? Het is niet nice, man. Nee, het is niet nice, man. Nee. Shit, man. Nee, ik kan hem af. Wil je het op? Zou ik het zelf slaan, Tom? Dat komt, ja. Oei, dat hoor je. Help! Die ging net over de kamer. Ja, zo. Ik denk hier aan een vet shot. Die ging echt net over de camera. Maar ik voel me hier niet goed bij, boys. Nee, ja, snap ik. Wat hebben we hier boven, joh? Alles is hier verlaten. Dit was vroeger dus een bioscoop. Wat moest je dan hier doen? Ja, naar de film. Ja, maar hier ook? Wow. Oh, dit is dat hokje. Oh, dat is voor dat videobandje. Hey, wat hebben we hier? Dit is voor dat videobandje waar dat erin werd gedaan. Kijk. Of dit voelt als een escape room. Huh? Stop de video. Boy, hier. Wat? Oh, daar kan je kijken. Naar beneden. Ja, hier is het. Ja, dit is die kamer. Hier kan je dus kijken naar beneden.
Hey. Ja, kijk. Oh, kut. Wow, man. Zie je? Oh, kijk even met die kabels. Ik heb het licht uitgezet. Is dat echt? Ja. Nee, gast. Ja, ik zweer, er gaat toch licht uit net? Ja, is zijn camera. Nee, maar het was hier geel licht. Kijk terug zo meteen op de beeld. Er was geel licht. Ik raak dit volgende net aan, maar flik het nu allemaal uit. Ja, dan moeten we wel oppassen naar serieus, man. Fijn, chill ik gast, man. Nee, dat moet je niet doen, natuurlijk. Oké, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Zullen we je apenkooien? Ja, is goed. Apenkooien, ik ga op het dak. Nee, maar dit is wel nice, dat je hier gewoon veilig kan staan en kan checken naar alles wat daar gesloopt wordt. Dat is wel vet. Ik heb hier een eentje en die ga ik opgooien naar Thijs en die gaat hem slaan. Wow, mooie slag wel. Je kan beter. Oké, 1, 2. Wow! Ja, maar dat is wel vet. Dat moet je maar net kunnen, hè? Dat is wel vet. We moeten wel wegslaan. Drie maal scheepsrecht. Maar ik sta hier helemaal niet slim. Mooi, joh, je slaat wel mooi hard. Verdomme man, je slaat toch goed, hè? Kom op, Thijs, hé. Fijn! Zo! Hé, hey, dat is goed, man. Zo, dat is echt leuk. Hier staan we dan, dames en heren, in de Rage Room. En het is zo bizar om te beseffen dat we alles wat hier staat achter mij kapot mogen maken. Stoelen, tafels, glazen, alles. Dit is mijn wapen. Boom! De honkbalknuppel. Dus we gaan even kijken of we een paar home runs kunnen slaan. Noël, kom erbij. Let's go! Wat is jouw wapen? De bel, hoor. De hakbel. We gaan hout hakken. Thijs, kom erbij. Wat is jouw wapen? Breekijzer. 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 Boys, gaan we slopen of wat? We gaan vliegen! Mooi flesje. Let's go. Het is zo gek dat het gewoon mag. Het voelt zo gek. Alsof je moeder boos kan worden. Zo voelt het. Maar doe eens even een beetje Benny-stijl, alles slopen wat je wil. Het is jouw moment, Benny. Kom op, man! En jij dan nog wel? Hoe voelt dat? Enzo, wil jij even? Is goed? Let's go, Enzo! Heeft u toevallig iemand zien in Desperados? Misschien een flesje wijn? Zo gaat het niet kapot door dit ding. Een kopje dan. Een kopje gaat toch wel kapot? Dit is echt ziek. Heel veel dingen die je probeert hier niet eens. Oh, wat een knuffel. Oh,
Holy shit, kijk wat ik met die knuppel heb gedaan. Kijk dan. Wat? Oh my god. Heb je niet door dan? Dat heb je helemaal niet door, maar zo hard sla je dus. En dat gaat helemaal niet kapot. Wow, hier, ik gooi wat dingen op. Wie wil slaan? Ik wil echt. Oké, ik ga dingen opgooien voor nog. Je ziet er bijna niks, hè? Wat? Hoe dan? Hoe dan? Ga niet. Ga voor niet te pot. De ding is ook weer waar de was natuurlijk. Hé, hey, laten we mij niet hoe wij het slaan. Let op. Hé, hey, ga maar even. Ja, wat hè? 3, 2, 1. Zo! Lekker! Daar is achter! Oh. Holy shit! Hé, hey, nu maar deze! Sla hem helemaal cool! Wat? Dat is toch niet normaal dit? Dit is niet normaal. Dat is gewoon de honkbalknuppel. Hij is een hol van binnen. Dit is altijd al van hier. Sorry. We moeten hier satisfying video's maken. Oh, ik weet wel wat. Draai eens om. Omdraai. Holy moly, dames en heren. We gaan even onze loadout aanpassen. We gaan even een ander wapen pakken hier zo. Nu snap ik ook waarom die honkbalknuppel deze, dat die zo krom is. Zo. Even switchen in de lobby. Zo, ik heb ook dik stuk glas onder mijn voet. Ik heb een anus voor de smaak, man. Zo, maar deze, die is ook zwaar, hè? Moeten die bank mee kapot raken. Zo, ja, man. Oké, okay, laten we die meenemen. Dat is de beste change, man. En dan neem ik toch deze even weer mee, man. En die hak was altijd daar. Ja, dan wil ik ook iets meenemen, man. Wow! Zo, ja. Hier, nu deze. Kijk! Ah. Oh. Zo, hé. Ik heb nog één op de stoel, man. Yes! Hey, dan. Tijd is niet over. Hey, die moest heel blijven. Hij is gek geworden, hij is gek geworden. Hij is er allemaal niet aan. Hele hamer ook kwijt. Ja. Waar is die hamer? Oh ja. Zo. Ga je het Thank you.
dames en heren. Hier zo loop, is het eigenlijk zo gek om te beseffen dat dit dus vroeger gewoon een winkelcentrum was met Scapino en met allemaal winkels, dat mensen hier op die trap naar boven gingen om de bioscoop te pakken daar. Wow. Want de plek waar wij dus alles kapot hebben gemaakt, dat was dus de bioscoopruimte. Dat was gewoon waar je een film ging kijken en nu staan we hier zo en er is niks meer. Dus zo, deze besef ik wel even. Hier zijn allemaal mensen zo dagelijks naar boven gelopen. Ja, dat is echt bizar. Dit is ook echt nog zo'n winkeletalage hoe ze het hebben gehouden. Ja. Dat is wel raar. Het is wel echt geniaal dit hoor. Poh, we moeten echt alle drie helemaal bijkomen. Zo van... Het is echt een switch ineens. Hè? Ja. Alles kapot maken, niet nadenken, rukeloos. Naar normaal doen. Ja, nou in één keer dit weer. Wow, dat is zo... What? Hey boys. Hey. Waarom moet je lachen? Nee, hoor.
Niels in de maandag, vriend. En jij? Ja. Gaan we lekker gaan vlotten. Ik zie je maandag. Ja, zeker. Ik zo'n grapje naar Noël in de bus te maken. Ik zo ben. Mijn autosleutel. Bussleutel. Ben je kwijt? Oh, die lag nog daar. Nee. Hij heeft nog steeds die feit. Kan je jouw auto open? Wow. Ja. Neem me in huis. Hij rijdt zo naar huis. Is toch handig eigenlijk? Als het allemaal te druk is, dan pak ik de vluchtstrook. Bril of vluchtstrook. Ja, precies. Nee, maar besef, nu had je dus weer niet nee, het idee. Nee, nou had ik het echt niet. Nee, zo fijn. Dat zag ik ook gewoon. Ja, Noël die iets kwijt is. Dames en heren, welkom in Noël's verhaallijn. Dat is echt niet normaal. Hij is, maar het is eigenlijk wel fijn dat hij wat kwijt is. Want anders was hij dus weggegaan zonder dat hij wat kwijt was. Je hebt hem? Waar lag hij? Bij Mandy nog in de auto. Bij Mandy nog in de auto. Ja, dus Mandy was al weg. Gaat hij met een gebakken bus. Hey, rustig aan, boys. Nou, hij zijn voorzichtig. Hey, later. Hoi, later. Oh, jongen. Nou, ik heb mijn lachspieren weer getraind voor vandaag. Poeh. We gaan even lekker een burger chappen, dames en heren. De American Burger. Het is gewoon een dubbele. Oeh, very nice, very nice. And look at this. Myron. Beautiful. Ja, wat heb jij, schatje? Ik heb een vega kipburger met chilisaus. Wauw, damn nice. Lekker, hè? Hij is wel kleiner dan die van jou, maar dan kan ik hem ook makkelijker eten. Heel smakelijk. Want film jij jezelf maar eens als je die eerste hap wil nemen. Ik denk dat je die niet in je mond krijgt. Dat wordt wel een dingetje, ja. Ja, dat wordt proppen. Yo! Maatje. Hebben jullie serieus een kat mee? Ja, want het gaat naar mij slapen. We dachten, dan nemen we hem nu gewoon mee. Als het goed, jongen. Ja, met jou ook. Jij kan mijn hele handen vol zitten. Hey. Wat? Zeker, met jou ook? Ja, oh, maar ik wil die kat even zien. Ja. Wat? Jullie hebben serieus een kat mee. Ja, sorry, maar het is heel raar dat je je kat mee neemt. Nee, wij vinden het alleen maar leuk. Wow, yo, laat me los. Laat me los. Hé! Hey. Oh. Hij is wel niet. Wow, die is zo cute. Oh my god, die blijft hier hoor. Hij past bij de vloer. Ja. Verdomme man. Is toch perfect? Nee. Is het niet? Kijk hoe ik eruit zie. Schat, maar jij bent... Nee, dit is niet leuk. Je hebt niet de aandacht, schat. Nee, helemaal niet. Kijk, je moet een zwarte broek aan. Het is geen spijkerbroek. Nee, dit is een grijze broek. Oké, okay, dan doe ik alleen een andere broek aan. Maar jij verdient de aandacht, schat. Nee, dit zijn gewoon smoesjes van jou. Kijk dan, ongelooflijk. Ja, dit is niet leuk. Ja, maar ik heb niks anders, schat. Echt wel, ik had iets heel leuks voor je klaargelegd. Ja, dat was een ander t-shirt waar dus niet deze tekst op stond. Nee, alleen een shirt B. Het was een touch of silver of gold. Maar ja, touch of silver of gold. Ik heb niks in de kast van zilver of goud. Ja, ik heb een zilveren ketting van Knolpower. En ja, dat is het. Kijk, dit is gewoon zwart. Kijk, dit is blauw. Nee, het is gewoon zwart. Misschien... Nee, het is zwart. Ja. Ja. Jij bent team Myron. Nee, ja, maar dit zwarte broek. Dit is grijs. Dat is ja, dit is grijs, dat dit klopt. Komt eerder in de buurt van zwart dan wat jij. Oké, okay, nou dan doe ik deze aan. En ik dacht, en dit shirt, want dit heeft zo'n mooie hogere kraag. En dan valt die ketting nog meer op. En dit is gewoon zwart. En dan ben je wel meer matchy met mij ook. Ik ga even kijken, maar het belangrijkste is, en dat is ook altijd mijn boodschap, het moet lekker zitten. Ja, maar dat zit zeker weten lekker. Nu, kan ik je nu al zit vertellen. Het zo lekker dit. Dit is wel echt gewoon mezelf, toch? Voor een awardshow. Is dit niet een awardshow? Ja, klein momentje, ben zo terug. Er is maar één iemand in mijn leven die mij kan overhalen. En dat is toch wel echt de liefde van mijn leven. Dus kijk eens even, dames en heren. Ik heb hem toch even aangepast. Komt hij jou. Bedankt. Maar we nemen hem wel mee, het shirtje. Ja, voor de support van Joost. Ja, want Joost moet optreden. Dan doe je gewoon heel snel wisselen. Boe! Dat is leuk. Ja, dat is nice. Dus mijn outfit. Schoenen zonder veters. Heel erg nice. Die veters heb ik in mijn zak. Die gaan er straks in. Maar zwarte broek en een zwart t-shirt. Knolpowerketting natuurlijk. En de muts. En dan zijn we klaar, huts. Toch? Ja, let's go. Let's go. Oké, okay, Q. Yo. What up? What up, man, bro? Alles goed? We zijn er, man. Bro, kom op, man. Dat moet opnieuw. Dat was te awkward. Yo, kom op. Zo, dat was een goeie. Hey, wat gaan we nou doen, man? Kom op. Ja, maar dan gaan we dan knuffelen. Oh, tuurlijk knuffelen, ja, man. Ja, man, honderd, man. Oké, okay, ja, heb je tips voor mij? Dat wil ik eigenlijk even van je vragen, want jij hebt ondertussen 6, 7 kinderen of zo? Nee, 3. Oké, 3. Nee, je hebt ondertussen 3 kinderen. Wat zijn tips, man?
tips is denk ik, het gaat heel cliché klinken, maar echt genieten van elk moment. Wow. Zeg maar, de tijd gaat zo snel. Als ik nu zie, mijn dochter is laatst 10 geworden. Dat ik zie hoe snel dat is gegaan en hoe snel de tijd ook gaat wanneer je kinderen hebt. Wow, je wilt geen moment missen, man. Dus dat zorgt ervoor dat je erbij bent bij de eerste stapjes. Alles, man. Want elk moment wat is geweest, kan je niet meer terugkrijgen. Dat is de beste tip die ik kan geven. En succes met die slapeloze nachten, man. Daar heb ik geen tips voor. Mooi afsluiten, man. Bedankt, man. Bedankt. Is goed. Weet je. Wat heb je hier? Ik heb hier een lekker slaapkussen. Oké. Okay. Maar ik heb hoes moet eromheen, maar dat is best wel moeilijk. Man. Kom maar, laat mij dan maar even regelen, ja? Hoe bent u? Ik heb hier ervaring mee. Ja, ik was het één keer vergeten, maar... Doe maar. Dat resultaat mag er zijn. Kijk, zo kan ik het best. Grapje. Wil je helpen? Ja, het moet wel echt samen, hè? Hoe doe je dit? Huh? Ik weet het! Aan de zon. Tuurlijk, schatje. Ik ga het fixen. Oké. Okay. Dames en heren, let op. Welkom bij de tutorial. Hoe doe je een zwangerschapshoes om de kussen? Hoe doe je kussen? Dat doe je dus zo. Maar dan zit je nog steeds met dezelfde.
niet helpen. Nee, hou die kussen okay. vast. Oké, okay, toch wel. Dit is nog steeds een kut idee. Nee, niet. Zie je? Ik zie het. Hé hey, joh. Ja, ik hou hem hier zo vast. Zie je? Beter, hè? Ja. Iets beter. Ietsjes meer van het velletje hier. En yes. Dit, dames en heren, is de zwangerschapskussen. Ja, zo slaap ik vanavond. Ben, jij ligt vanavond met dat kussen in plaats van ik. Ik weet niet hoe dat gaat. Nee, nee. Fijn dat je ook nog met mij wil slapen. Tuurlijk. Dat vind ik echt een dom idee. Yo. Vind ik echt een dom idee. Yo. Niet doen. Draai om. Schatje. Wat doe je nou allemaal? Ik kan niet goed vast. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Ik heb last van mijn buik, hè? Schatje. Ik ga weg. Kom hier, kom hier. Oei, oei. Kom, we gaan naar bed. Even een fijn kussen. Ja, we gaan. Nou, Marja, ga naar bed. Je ziet het. Ja, ik ga lekker slapen. Daarin. Doei. Wel trusten. Doei, schatje. Bye. Doei. Dames en heren. Je ziet het goed, het is een ver. Ik ben vervangen door de noedel. Nee, ik heb nog steeds mijn arm en mijn been om jou heen. Maar er ligt wel iemand naast ons ook. Nee, dus niet een iemand. Slaap lekker, schatje. Lekkere noedel. Ja, maar ik mag gewoon niet meer op mijn buik slapen. Tenminste, mag wel, maar het is gewoon niet meer comfortabel. Ja, zo'n zwangerschapskussen is echt de shit blijkbaar. Ja, en ik wil gewoon nog zo graag op mijn buik slapen. En dit weerhoudt me ervan. Ja. Oké, okay, dames en heren, ik heb een award gewonnen. Daarvoor wil ik jullie allemaal heel erg bedanken. Nummer 5 van best bekeken video 2023. Na 10 jaar YouTube, nog steeds shit. Thanks, dames en heren. Love jullie. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En een nieuwe babyvlog staat trouwens online. Die is vandaag online gekomen. Babyvlog nummer 2. Super mooi, super spannend. En tot morgen om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd... Dikke, vette peace.